Is dat ding... Hoe moet ik je dat... Robert Bolseuze, where are you? Over. Hé, hey, wacht eens een minuut. Met deze eerste moet iemand afgeven. Met die mensen? En twee. Je kan geen afspraken mee maken, hè. Zeg, is er een interview? Oh. Vragen? Merci. Hola. Oké, wacht. Deze eerste vraag? Eerste vraag. Hoe is het allemaal begonnen? Ja. Het is 20 jaar geleden begonnen, dus dat we besloten hadden van samen een groepje te maken tot in de eeuwigheid en iets zou doodslaan. We hebben het dan bezegeld door het elkaar op de mond kussen. Sindsdien hebben we dat niet meer gedaan. Dat was geen apartheidelijke ervaring. Zijn uw teksten vrouwonvriendelijk? Ja. Hoe heet de nieuwe single en waarom? Beste kijkers, onze nieuwe single heet For Wife, omdat hem ongelooflijk goed is eigenlijk. Kunt u een voorbeeld geven van een voorwaard? Van de single? Dingen, hè? Jan Uitenkeet, Jasmin, Mis van Uiten, Moeder Teresa. Dat valt zo ongeveer zo. Ja, typisch staat hier nog bij. Typisch. Typisch voorwaard. Ja. Sanne. Binnen. Voor de vlotte gaas van Gaakse voorstellen. Hier zijn dan de Kamer Penners Exposition met Voorwaard! Wat vindt u van andere Belgische groepen? Deus. Dames en heren, Deus, vuil aan ons te danken. Ik heb een jaar of twee geleden heb ik eens tegen de baarman gezegd, Tom jongen, geef de wagen voor 200%. Je ziet waar ze naast staan. Mijn zaad is qua woord niet op de rotsen gevallen. De Choice, dames en heren, dat zijn grote dierenvrienden. In de winter treden die regelmatig op in zo'n vetmesterijen en zo, varkenskwekerijen. Vorige zomer, in het openluchtseizoen, hebben jullie toch wel een keer of 10 live opgetreden voor de merenest. Evil Superstars. De Evil Superstars, die bewonder ik eigenlijk vooral omdat dus die bassist daar is elk live optreden in staat blijkt om onder de bisnummers zijn instrument volledig te laten verdwijnen in zijn rijt, zal ik maar zeggen, en het dan toch nog te blijven bespelen. En zeker gezien het feit dat het een vijfstring is, dat we mogen gewagen van enige virtuositeit. Zoek naar Limburger, hè? Channel Zero? Channel Zero, dat zijn eigenlijk nogal speciaal mannen, dus die hebben een soort arty, kunstzinnige live act. Tijdens die hun optreden vinden die altijd een neefsoort godsdienst oud. Hè? Ja. En dan wordt iedereen ter plekke bekeerd. En dan gaan ze rond voor het stulgeld. En dan onder de bisnummers, dan wordt iedereen in de baan van de kerk geslagen. Dan vinden ze een andere godsdienst oud. Dan wordt iedereen terugbekeerd. En dan gaan ze nog eens rond met het stulgeld. Kijk mannen, salut hè. Hé, wacht in je neger. Moeten we dat niet afgeven? Die, weet je, laat dat hier liggen, even. Zo hè. En dat is vragen erbij. En dan zullen we wel vinden hè. Zeg meneer, als je neger komt, zegt dat... Dat hem bedankt is en dat het plezant was, hè. Merci.